Een hele goede morgen allemaal. Daar zijn we weer. Goedemorgen mevrouwtje. Ja, je zou moe zijn. Oh, sorry. Je zou moe zijn. Ja, je zou maar moe zijn, hè? Ja. Ze is tot gisteren alleen maar in de bak geweest. Niet naar buiten, niks, niet. Gisteravond uiteindelijk een keertje de behoefte gedaan. Voor de rest is dus lekker niet. Maar er bracht ze verandering in. Alleen helaas doet ze dat op de nacht. Dus ze heeft de hele nacht lopen spoken. In en uit, in en uit, in en uit. Hé? Die zal er moe van zijn. Tjonge, jonge, jonge. Nou, de puppies doen het ook weer goed. Ja, de eerste paar filmpjes zullen alleen maar dit zijn, denk ik. Want ze lukken 24 uur, geloof ik. Hé, keertje. Je doet het goed, hè, meisje? Mooi, hè? Je doet het heel goed, hè? Ja. Doet de doos. Even kijken, hè? Ze vinden jou ook leuk om te kijken. Maar ze willen ook jouw pupjes kijken. Jouw kindjes. Nou, vandaag komt mijn vriendin. En dan gaan we één voor één eens een fotootje maken van ze. Zodat het een beetje duidelijk is hoe ze eruit zien. Dan alleen maar de kontjes te zien. Hè? Toch of niet? Ja, hè? En mijn vriendin mag, hè? Ja, vriendin mag bij de pup komen, hè? Ja, hè? Die is er normaal altijd. Met die de bevalling ook. Maar nou niet. Dus dan doen we toch maar op deze meneer. Oh, wat doe jij daar? Je komt te dichtbij. De baby die wil heel graag bij de puppies. Die heeft zoiets van, zijn ze niet van mij? Zeg maar mooi, ze zijn van mij. Ze zijn van mij. Nou, goedemorgen, meisjes. En een fijne dag. Tot op de volgende puppies, Ben.